Het lijkt erop dat er een zekere radiostilte is ontstaan rond Noah Falen en haar verschijning in het programma Vandaag Inside. Voorheen was ze een regelmatige gast in de studio, maar de laatste vier maanden is haar afwezigheid opvallend. De dochter van Linda de Mol heeft echter niet volledig de rug toegekeerd aan televisie, aangezien ze recentelijk nog te zien was in de show van Helene Hendricks. Er wordt gespeculeerd over de reden achter haar plotselinge afwezigheid bij Vandaag Inside. Sommigen suggereren dat het te maken heeft met kritiek die ze publiekelijk heeft ontvangen, met name van Johan Derksen, die haar als een doodzaaie bakvis heeft bestempeld. Sinds die opmerking lijkt haar aanwezigheid in het programma te zijn verminderd. Er wordt ook opgemerkt dat Noah Falen niet bekend staat om haar sprankelende persoonlijkheid. Ze wordt eerder beschreven als een muurbloem van het tv-decor. Sommigen vinden dat ze niet genoeg karakter heeft om zich te meten met de scherpe tongen van de mannen van vandaag in Said. Victor Flam, een deskundige op het gebied van het programma, heeft haar eerder bekritiseerd vanwege haar saaiheid en het valt op dat haar afwezigheid sindsdien onopgemerkt is gebleven. In een podcast werd ook opgemerkt dat het gebrek aan aandacht voor haar afwezigheid aangeeft dat ze niet echt wordt gemist. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat haar bijdrage aan het programma niet als essentieel wordt beschouwd door het publiek. colsegeo de host Lars Duursma vergeleek haar afwezigheid zelfs met het verdwijnen van een kunstwerk waar niemand op let wat een belediging zou kunnen zijn voor Noah Falen als de kunstenaar van het programma. Het lijkt erop dat Noah Falen mogelijk te veel gefocust is geweest op perfectie, wat heeft geleid tot een gebrek aan spontaniteit en levendigheid in haar optredens. Dit kan verklaren waarom sommigen haar als saai beschouwen en waarom haar afwezigheid niet veel opschudding heeft veroorzaakt onder kijkers van het programma.